Beste kijkers, in verband met de 74ste geboortedag van de president van de Republiek Suriname is er een Soso Lobby 2 Expo gehouden. De organisatie die hierachter zit is Purple Movement en Stichting Suriname Art. Op vrijdag 11 oktober 2019 heeft deze expo plaatsgevonden. Bij dit bijzonder moment heeft de president 2 beelden onthuld. Van waar heb je de inspiratie gehaald om dit beeld te maken van de president? Vanuit de president zijn achtergrond. Eigenlijk zijn legacy, wat hij heeft gepresteerd voor zolang als hij nu leeft. Heb je een beetje onderzoek gedaan naar dat alles? Ja, natuurlijk op mijn manier. Dus vragen stellen en kijken wat er gebeurt. Dus je ogen gebruiken. Hoe lang heeft het geduurd om dit te maken? Ik heb 1 jaar en 5 maanden erop gewerkt. Dus ik heb genoeg tijd genomen om te weten. Van welke houtsoort is het gedaan? Zo, ik vind het altijd zo interessant en leuk om mensen te hebben. Het is een manjeboom. Yep. Is het een bijzondere manjeboom? Stond die ergens? Het zou een bijzondere manjeboom kunnen zijn, maar het is wel tot nu toe een van de mooiste manjeboomen dat ik heb gezien. Ik bedoel qua structuur van het materiaal. Ik hoorde dat er een expo zou zijn over Soso Lobby. Dus ik dacht van oké, okay, dit moet dan wel iets worden voor de prijs. Dus dan ben ik dan aan het werk gegaan. Hoe lang heeft het geduurd? Die schilderij van Soso Lobby heeft 3 avonden. Ja, eigenlijk 3 dagen. Want ik heb eerst gewoon met houtskool alleen erop gewerkt en met zaagsel. En daarna ben ik dan met de rest van mijn materiaal erop gaan werken. Ja. Doet u dit vaker? Ja, ik werk meer mixed media. En ja, ik doe het al vaker. Hoe voelt het aan om voor de president een schilderij te maken? Nou, goed gevoel. Weet u, langzamerhand zie ik dat mijn droom werkelijkheid begint te worden. Dus keep going on. Hoe bent u erop gekomen om mee te doen aan de expo in verband met 74ste verjaardag van de president? Nou, Purple Movement. Dus op een dagje zat ik te ontbijten en ik kreeg plotseling een telefoon van mevrouw Bola Singh. Van of je niet mee wil doen aan zo'n evenement. En ik stemde gelijk in. Ja, want ik vond het een bijzondere kans om, behalve dat, om ook president eigenlijk in de bloemetjes te zetten. Omdat onze president ook veel voor ons heeft gedaan als beeldhouwers. Ja. Welke boodschap heeft u voor de president? Nou, ik wil zeggen zijn excellentie nog veel gelukkige en gezonde jaren na deze. Ik weet dat u een Iron Man bent, on the right place. En onder uw gezag weet ik ook dat Suriname zeker hoogte zal bereiken. Met mede van uw volk. De kunstenaars bedanken. Het is geweldig wat jullie hier hebben neergezet. Dus eigenlijk op internationaal niveau. Het is geweldig. Ik vind het thema ook super gekozen. En ik wil volstaan, het is geen avond voor speech, ik wil volstaan met in elk geval de artiesten, Purple Promotion, te bedanken. En dat wij dit mogen overdragen aan de jongeren om in dezezelfde geest door te gaan, zodat dit land naar verdere hoogte gebracht kan worden. Met u allemaal, wan biji bossi, wan biji brasa, wan biji grantanje.